Je ging daar nog goed. Ja, ja. Goed, welkom bij de derde borrelpraat inmiddels in de serie over een kleine detour voor wat betreft het onderwerp volledigheid. De vorige keer hebben we uitvoerig laten zien dat de taal, onze simpele wildtaal met datastructuren, integers en boolean, dat die relatief volledig is. Mm-hmm. En dat relatieve volledigheid, dat bestond uit dat we aannamen, dat we kennis hebben van welke assertie's valide zijn, geldig zijn. En we hadden de uitdrukbaarheid. En nog eens een keer de uitdrukbaarheid van de zwakste preconditie. He, dus nog even terugkomen op die eerste eis. He. In de consequence-regel maak je gebruik van assertie's over de rekenkunde. En die gaan we dus niet bewijzen. Voor ons is een bewijs een toepassing van assignment, axioma, sequentiële compositie en dergelijke. En als we een toepassing hebben van de consequence-regel, dan nemen we aan dat die assertie's die we daarin gebruiken, dat die waar zijn. Die gaan we vervolgens niet alsnog bewijzen. Dus we nemen een soort orakel aan. Mm-hmm. En onder die aanname, en inderdaad onder de aanname van de uitdrukbaarheid van de zwakste preconditie, hebben we de vorige keer laten zien, hè, dat was dit volledigheidsbewijs, op basis van eigenschappen van die zwakste preconditie, hebben we laten zien dat deze correctheidsformule, dat is een soort generieke, kanonieke correctheidsformule, heeft voor een willekeurige postconditie Q, heb je één specifieke preconditie, namelijk de zwakste preconditie van die statement S met betrekking tot Q. En we hebben laten zien dat we deze kanonieke correctheidsformule voor een willekeurig statement S en voor een willekeurige postconditie Q kunnen afleiden. En uit dan gebruik maken van de eigenschappen van de zwakste preconditie en vervolgens hebben kunnen laten zien op een hele eenvoudige manier dat uit de afleidbaarheid van deze correctheidsspecificatie ook direct een willekeurige preconditie die Q waar maakt na afloop kunt afleiden. Ja. Ja. Dus dat hebben we toen allemaal gezien voor onze taal. Maar nu is dit wel even deels schokkend. Want aan de ene kant kun je zeggen, ja, dat is toch wel een hele sterke eis, relatieve volledigheid. Enerzijds dat je helderziend bent wat betreft alle rekenkundige waarheden. Ook nog eens even de uitdrukbaarheid van die zwakste preconditie. Hoewel dat het laatste is wel wat werk, maar voor de rekenkunde kun je dat eenvoudig laten zien, of ja, relatief eenvoudig laten zien door middel van coderen. Juist. Maar daar gaan we niet verder op in, maar de helderziendheid voor wat betreft de waarheid van rekenkundige assertie, dat is een fundamenteel andere zaak. Dus dat lijkt een hele sterke eis, zo van, nou ja, als je dat aanneemt, dan zou je wel een willekeurig bewijssysteem voor een willekeurig programmataal relatief volledig kunnen bewijzen. He, zo sterk lijkt dat. Nou, dat is niet zo. Edmund Clark heeft al enige tijd geleden is dat, in 1977, voor een van de topconferenties op het gebied van de informatica, Principles of Programming Languages, POPL geheten, een artikel gepresenteerd waarin hij het volgende laat zien, dat als je een programmeertaal hebt, en een voorbeeld van zo'n taal is bijvoorbeeld Algol, dat is een van de eerste structurele programmeertalen ontwikkeld nog eerder dan de jaren 70, mm-hmm, maar waar ook Van Wijngaarde nauw bij betrokken was. Van Wijngaarde is een van de stichters van de stichting van het Centrum Wiskunde Informatica. Ja, waar we trouwens nu staan. Waar we nu zijn. Dus. Ja. Inderdaad. Ja. Maar bijvoorbeeld Algol is een taal die de
de volgende features, eigenschappen ondersteunt. Ja, ten eerste recursie, zoals we dat kennen. Static scoping. Ik ga nou even niet in op wat dat precies is, static scoping. Dat kun je zelf wel even googlen. Maar het is wel even goed om je kennis daarvan op te frissen, dan wel even op te doen wat dat precies betekent. Verder hebben we lokale variabelen in procedures. En procedures hebben parameters en gewoon declaraties natuurlijk. Maar hier komt het. Het is een higher order taal. Het staat ook toe dat je als parameter procedure zelf meegeeft. Dus dat is wat we noemen een higher order taal. En meneer Clark heeft laten zien dat voor deze taal er überhaupt geen relatief volledig bewijssysteem bestaat. Dus dat is best, dat is best wel een stelling gegeven, dus die hele kracht van die aanname van relatieve volledigheid. En anderzijds, ja, dit zijn geen exotische features. Hè? Dit is gewoon higher order programmeren. Kun jij voorbeelden noemen van een higher order programmeertaal? Bijvoorbeeld een functionele programmeertaal zoals Haskell. Ja. Dat is ook een keer vorige keer in een borrelpraat tevoorschijn gekomen. Daar kan je dan procedures meegeven als parameters. En daar, in die taal noemen ze de procedures functies. Omdat de procedures ook altijd een waarde terug moeten geven. Ja. Inderdaad, het is wel een van de bekendste talen die. Ik weet niet of Python ondersteunt. Ja, dat is lastig te zeggen. Bijvoorbeeld stel je hebt een objectgeoriënteerde programmeertaal. Dan kan je ook dat higher order daarmee simuleren. Hè? Ja, dat is dus een hele interessante. Dat is mij ook al mijn vraag. Want ik heb zelf ook met voormalige PhD-studenten gewerkt aan volledigheid van bewijssystemen voor objectgeoriënteerde talen als Java. Ja. En daarvoor hebben we een bewijssysteem ontwikkeld en daarvan hebben we bewezen dat die volledig zijn. Ja. Maar hallo, is dat te rijmen met dit resultaat? Want net wat je zegt, er is iets higher order aan bijvoorbeeld de talen van Java, want indirect passeer je een methode als je bijvoorbeeld een object, een instantie van een klasse doorgeeft als parameter. Ja. Want dan kun je in de body van die methode zelf weer methodes van dat object aanroepen. Ja. Maar daar zit een soort van indirection in. Hè? Het is niet direct de procedure zelf, maar je werkt via een soort van een pointer daarnaartoe. Ja, en dat is het hele eiereten. Wat je eigenlijk met die indirectie doet, is dat higher order plat slaan en in zekere zin codeert in de toestand. En dat maakt ook, we gaan nou niet op detail in, dat maakt ook dat dit resultaat van Edmund Clark niet van toepassing is op dat soort talen. Ja. Maar daar komen we misschien later nog op terug. Wat we nu willen bespreken is de relatie tussen het verschillende noties die in de fundamentele informatica van belang zijn. Dus ten eerste beslisbaarheid. Het Holting-probleem is een van de oerproblemen die niet beslisbaar zijn. Dus de notie van beslisbaarheid. De notie van volledigheid van de logica. Mm-hmm. Beslisbaarheid heeft te maken met problemen. Kun je voor een bepaald probleem een algoritme verzinnen dat probleem oplost? Dat is de vraag naar überhaupt ook, wat is berekenbaar? Ja. Anderzijds heb je dus de notie van volledigheid. Is een bewijssysteem volledig? Kun je alles in principe afleiden? En er was nog iets. Correctheid van het bewijssysteem. En een correctheid, ja, de soundness. Ja. Ja. Maar met name dus volledigheid en berekenbaarheid, die twee noties, die zullen we nou bespreken en laten zien hoe die met elkaar samenhangen. Maar daartoe gaan we even ook nog een klein uitstapje. Ik mag hopen dat merendeel
dit wel bekend is, in ieder geval die het bachelor volgen van informatica in Leiden. Maar ik herhaal het toch nog maar eens even, omdat het zo'n fundamenteel resultaat is. En omdat ik eigenlijk vind dat je je niet jezelf een afgeronde bachelor student kan noemen van informatica als je niet echt precies weet wat dit inhoudt, het hoogte probleem. Want zoals ik al zeg, het is het oerprobleem van onberekenbaarheid. We hebben het altijd over belang van informatica en automatisering van de samenleving. Ja. En het, nu ook met AI lijkt het er bijna op alsof dat het nieuwe wonder is. Hè? Ja. Dat we alles zo'n beetje kunnen oplossen met AI. Ja. Maar er zijn dus wezenlijk problemen die gewoon onoplosbaar zijn. Ook met AI-technieken niet op te lossen. Ja, dat doet me trouwens denken aan Hans Zantema, die in Eindhoven zit. Ja. Die had een keertje opgeschreven, gelukkig is mijn vakgebied onbeslisbaar, dus zal mijn werk nooit worden weggeautomatiseerd. Nee, precies. Ja. Nee, zeker. En met name in deze tijd met de toepassingen van machine learning, is toch wel even, en met al de claims daarover, trouwens ook voor wat betreft de quantum computing, hè, want dat wordt soms ook gepresenteerd als, dan kunnen we alles oplossen. Nou, dat is niet zo. Want een fundamenteel probleem als het volgende. Ik neem aan dat jullie weten wat een Turing-machine is. Daar ga ik nou niet in detail op in. Dat moet je dan ook maar even opzoeken, maar dat moet je eigenlijk wel weten wat dat is. Maar de vraag is van, kun je beslissen of een gegeven Turing-machine termineert op een gegeven input? Een Turing-machine is een bepaalde codering van een algoritme en dat werkt op een tape. Daar staat invoer op en dan is de vraag, termineert die Turing-machine op de input? En nou is de vraag, kunnen we dat zelf weer coderen als een Turing-machine? Want dat is het algemene idee, dat is Church thesis, dat in principe alles wat berekenbaar is, je kunt berekenen met een Turing-machine. Ja. Het is niet praktisch, want het is gruwelijk gedetailleerd en ondersteunt geen enkele structurele features, geen higher order programmeer-eigenschappen. Maar het is een fundament voor überhaupt te begrijpen wat berekenbaar is. Ja dus je hebt de intuïtieve notie van een algoritme. Ja. Maar als je ofwel indirect ofwel direct een Turing-machine kan laten zien die dat algoritme implementeert, dan pas weet je, oké, dit is berekenbaar. Anders blijft het in de lucht hangen. Ja, want de vraag is wat berekenbaar is. Wat is berekenbaar? Ja. Je kunt niet zeggen van wat berekenbaar is als er een Java-programma voor bestaat of een Python-programma. Want er zitten allerlei specifieke eigenschappen in van. En trouwens werken die in principe ook op een eindig geheugen. Ja. En het idee van een Turing-machine is ook dat je wilt abstraheren in je notie van berekenbaarheid van een eindig geheugen. Het geheugen wat je iedere keer gebruikt is wel eindig, maar je wilt niet veronderstellen dat er een vaste a priori gegeven bound is. Want dat zou een veel te strikte beperking zijn van je notie van berekenbaarheid. Want we zijn in de naaste toekomst, tegenwoordig zie je sowieso al die uitbreiding van geheugen. Je gaat je notie van berekenbaarheid niet koppelen aan een vaste hoeveelheid geheugen. Ja. Dat is ook het basisidee van die Turing-machine. Trouwens, het heet Turing-machine, maar ik neem ook aan wat meneer Turing, Alan Turing, zelf verzonnen heeft. Die machine? Ja. Of heet hij alleen Turing? Nee, dit is een machine die hij zelf ontwikkeld heeft, hè? Ja. Ja, dus heeft hij hem zelf al een Turing-machine genoemd? Nou, nee, volgens mij niet. Maar dat gaat typisch, hè? Dat dan je introduceert, hier heb je een machine, dit is mijn definitie van machine. En dan, de machine van Turing, hè? Ja. En dan krijg je dat even meer naam. Ja. Ja, ik dacht ook wel dat Turing hem zelf ontwikkeld bedacht heeft. Maar daar is ook een hele film over gemaakt, hè? Dat is de Imitation Game heet die. Oh,
Oh, ja? Die gaat ook over ja, dat Alan Turing werkte op een gegeven moment in de Tweede Wereldoorlog voor zo'n code-breaking. Ja, de Enigma. Ja, de Enigma-machine. Enigma. Daarvan wilden ze de cryptografie breken en daarvoor hebben ze een machine gebouwd. Ja. En de theorie achter het bouwen van die machine. Ja, die film heb ik inderdaad gezien. Maar dat ging met name om het kraken van die Duitse code. Maar dus de theorieën die er waren, die had Turing al. Ja. En hij heeft ook een heel erg interessant proefschrift geschreven. Dat gaat dan weer niet over de Turing-machine. Mm. Maar dat gaat dan over de beslisbaarheid van logica. Ja. Ja. Nee, goed. Dus, trouwens, vraag je. Ja. Voordat we naar het Halting-probleem gaan, en we spreken over onbeslisbare problemen. Kun je een heel intuïtief voorbeeld geven van een onbeslisbaar probleem, behalve het Halting-probleem? En want het Halting-probleem wordt typisch gegeven als voorbeeld van een onbeslisbaar probleem. Maar zijn er ook andere intuïtief makkelijk te begrijpen problemen die onbeslisbaar zijn? Ja, jawel. Nou, ik moet wel zeggen, dat, daarom noemde ik dat ook, dit is wel een oerprobleem. En veel... Het laten zien dat een probleem beslisbaar of met name onbeslisbaar is, wordt vaak gedaan door te laten zien hoe het probleem gereduceerd kan worden naar de Turing-machine. Naar het Halting-probleem voor Turing-machines, hè? Ja, dus het bestaan van vele andere onbeslisbare problemen komt door reductie. Dat heet dan reductie. Je laat zien dat een probleem, als je daar een beslissingsmethode voor hebt, als je dat kunt bepalen, dan zou dat ook automatisch betekenen dat je dit probleem kunt oplossen. Dus in die zin is het wel een oerprobleem. Nou ja, wat mij direct, en dat heeft te maken met die relatie tussen beslisbaarheid en volledigheid. Ja, bijvoorbeeld, het is ook niet beslisbaar of een willekeurige rekenkundige bewering waar is of niet. Ja. Dat is ook een onbeslisbare notie. Ja. Maar verder heb je ook tal van zaken in de wiskunde die onbeslisbaar zijn. Nou, eerlijk gezegd is het al gauw onbeslisbaar. In wezen is het universum van beslisbare problemen is zeer beperkt. Ja. Daar moeten wij het mee doen. Ja. Dus laat ik nou even dus hierop komen van hoe kun je dat inzien? Wat namelijk, hè, je vraagt je af, kan ik een Turing-machine maken die als input krijgt op zijn tape dus, enerzijds de Turing-machine, die T, en anderzijds de input tape. Ja, dat kan natuurlijk, hè, want die Turing-machine die kun je gewoon ook weer zien als een rijtje symbolen. Je kunt hem coderen. Je kunt hem ook coderen, dus dat moet niet zo moeilijk in te zien dat je een Turing-machine zelf ook op de input tape kan zetten, hè, via een of andere codering. En dan die input, ja oké, okay, die zet je dan op een of andere manier ernaast, met een duidelijke delimiter. En dan is de daarom heb ik dat zo als een functietoepassing opgeschreven. Ja, dit betekent, dit is een Turing-machine en die gaat aan het rekenen op een tape waar deze Turing-machine T staat en deze invoer I staat. En dan is het de vraag, ja, kun ik nou zo'n Turing-machine maken die dan na afloop zegt bijvoorbeeld 1, ja, dan staat er op de tape ergens 1. Het is gewoon een conventie, dat je kunt op verschillende manieren doen. Mm-hmm. Maar die geeft 1 als T termineert op die invoer en die geeft 0 anders. Ja, dus daarmee, dus deze Turing-machine H met de invoer T, gecodeerd T, I, zelf moet termineren. Hij moet altijd termineren. En geeft ofwel een 1 terug, ofwel een 0 terug. Dus deze H termineert altijd. Deze moet, op deze manier. Of hij kan natuurlijk, als je gekke invoer geeft. Dat geen Turing-machine is, dan is het ondergespecialiseerd. Dan kan hij doen wat hij wil. Maar alleen als het een Turing-machine is en dit is een invoertape die behoort bij die Turing-machine, dan moet hij termineren en dan. Dan geeft hij nogmaals een 1 als T termineert op die invoer en 0 anders.
Dus dat is een heel duidelijk gedefinieerd probleem. Bestaat er zo'n Turing-machine? Nou, het antwoord is, dat kennen jullie wel, hè? Dat is, nee, zo'n ding bestaat niet. En dat is wel heel aardig om te laten zien, nogmaals, hoe je dat kunt bewijzen. Want dat is eigenlijk ook hier gebaseerd op het leugenaarsparadox. En dat heb ik ook al genoemd in het verband met de onvolledigheidsstelling van Gödel. Want dat is ook weer gebaseerd op die leugenaarsparadox. Die leugenaarsparadox in deze context, of dat is door Russell geïntroduceerd. Het is gewoon een variant van de leugenaarsparadox, komt op hetzelfde neer. Maar die stelt zich voor een kapper. Nogal een principiële kapper, of eigenlijk best wel praktisch, bedoel. Die heeft als principe dat hij alleen die mannen scheert die zichzelf niet scheren. Dat zou best kunnen zijn. Wil hij zelf geschoren worden, ja, dan gaat hij naar een andere kapper. Dus dat is een legitiem principe. Maar ja. Kijkt die kapper vervolgens in de spiegel en ze ziet die een stevige baard groeien. En is het nou niet direct een hipster die daar direct zijn baard wil cultiveren, maar zich wil scheren. Dan kan hij zich dus afvragen, recht in de spiegel aankijken, van ja, zal ik me vandaag nou zelf scheren of zal ik me nou niet scheren? Nou, even nadenken. Twee mogelijkheden. Even twee mogelijkheden. Hij scheert zichzelf of hij scheert zichzelf niet. Nou, laten we eerst kijken. Hij scheert zichzelf. Ja, maar zijn principe was dat hij alleen die mannen, en hij is natuurlijk ook een man, hè, onder die verzuim, al die mannen die zichzelf niet scheren, die scheert hij alleen. Ja, dus hij is ook een van al die mannen. Maar als hij dus zichzelf niet scheert, ja, dan valt hij onder dat criterium, valt hij onder die verzameling van mannen die zichzelf niet scheren. Maar die zou hij zichzelf dus juist wel moeten scheren. Ja. En andersom, als hij dus zichzelf wel scheert, ja, hij scheert alleen die mannen die zichzelf niet scheren. Dan zou je zeggen, scheer je weg. Maar dat kan dus ook niet. Hè? Dus dat is een paradox. Hè? Dus je krijgt een kortsluiting. Als deze kapper in de spiegel kijkt en zich afvraagt, kan ik mezelf scheren of niet? Ja. Kortsluiting. Ja. Echt een logische kortsluiting. Hier komen we niet uit. En dat is een paradox. Hè? Een paradox is een kortsluiting in ons logisch denken. En als je op een paradox stuit, ja, dan stuit je op een probleem. Hè? Ja, het is misschien leuk om ook te zeggen waar dit oorspronkelijk vandaan kwam. De paradox van Russell. Want het was namelijk volgens mij in een van de bewijssystemen die Gottlob Frege had gegeven. Een van de eerste formalisaties, hè, dus echt wat nu formele logica is. Een van de eerste versies daarvan. Die werd gebruikt op een gegeven moment door David Hilbert om wiskunde mee te axiomatiseren. En daarin had hij een bepaalde notie, dat heet set comprehension. Ja, precies. Dat je een verzameling kan construeren aan de hand van een willekeurig predicaat. Ja. Nou, en toen kwam Russell dus met dit predicaat. En dan zou het dus zo zijn dat een verzameling in zichzelf zit. Ja. Precies dan, hè, het niet in zichzelf zit. En dat leidt dus tot zo'n contradictie. Ja. En daarmee dus dat de hele theorie leeg werd. Nee, dat is waar, dat is een goede opmerking. Dit lijkt nogal anekdotisch, ontleend aan ons dagelijks leven. Maar inderdaad, die Bertrand Russell, dat hebben we ook al genoemd, die was bezig met de formele grondslagen van de wiskunde. En wat jij ook noemde, daaronder viel ook de verzamelingtheorie, want dat is een van de basis. Wiskundige noties naast gewoon getallen, verzamelingen. En hij dacht ook na over de axiomatisering van verzamelingen. En deze paradox heeft hij uitgedrukt ook in de verzamelingleer. Want wat jij zegt van, je kunt niet willekeurig, als jij een eigenschap hebt van verzamelingen, een willekeurige eigenschap,
Dan zou je zeggen, oké, okay, dan heb ik een nieuwe verzameling van al die verzamelingen die aan die eigenschap voldoen. Ja. Ja, dat klinkt heel natuurlijk. Hè? Ja. Ja, dat heet dus nu ook de naïeve manier om met verzamelingen om te gaan. Ja. Dus ik heb een eigenschap, dan alles wat voldoet aan die eigenschap zit in mijn verzameling. Ja. Ja. Maar die vliegen gaat niet op. Want neem je bijvoorbeeld de eigenschap. Kijk, een van de elementaire relaties in verzamelingen leren is element zijn van. Hè? Iets is een element van een verzameling. En we hebben alleen over verzameling, alles is een verzameling. Je start met een lege verzameling en dan heb je een verzameling die alleen de lege verzameling als element bevat. Dat heet de zogeheten cumulatieve hiërarchie. Dat is het universum van verzameling. Dat bestaan alleen verzamelingen. En verzamelingen kunnen ook weer element zijn van een andere verzameling. En de meest simpele verzameling is dus de lege verzameling, waar niks in zit. Nou, in dat universum, in die cumulatieve hiërarchie, zou je dus kunnen. Een eigenschap is bijvoorbeeld. Deze verzameling zit niet in zichzelf. Ja. Dat is. Een verzameling kan een element zijn van een andere verzameling. Nou, dus kun je ook zeggen, een verzameling zit niet in zichzelf. En zo kun je dus bijvoorbeeld een verzameling maken van alle verzamelingen die niet in zichzelf zitten. Nou, dan heb je precies deze paradox. Ja. Want dan kun je weer aan die verzameling, die alle verzamelingen bevat, die niet in zichzelf zitten, kun je weer afvragen, ja, zit die in zichzelf of niet? En dat is precies dezelfde paradox als hier. Ja. Dus dit is meer een anekdotische vertaling van. Nou ja, en dat gaf nogal problemen in het opzetten van een consistente verzamelingentheorie. Want toen kwamen we erachter, ja, je kunt niet zomaar willekeurig verzamelingen bouwen. Daarvoor moet je oppassen, want anders leidt het tot een inconsistente theorie. Ja, en waarom is dat iets om voor op te passen? Kijk, wat wij ook in dit vak hebben gedaan, is we geven eigenlijk in een bewijssysteem de axioma's en de regels waarmee je dingen kunt afleiden. Mm-hmm. Maar als je nou die axioma's en regels kiest die inconsistent zijn, ja, dan kun je daarmee alles afleiden. En daarmee stort eigenlijk je hele bewijssysteem in. Ja, dat zeker. Ja. En want dan zegt het niks als je iets hebt afgeleid. Want dan weet je nog niet of het waar is of niet waar. Ja. Precies. Dus daarom is dat. Nog even terzijde, Russell heeft dat opgelost met zo'n stratificatie, met een soort type theorie. En dan van ja, dat soort circulaire definities moet je dus zien te voorkomen. En dat deed hij op een of andere manier, details ken ik daar niet van, maar door een of andere stratificatie van die hiërarchie, door een subset van die hiërarchie te definiëren. Ja. Maar goed, daar weet ik ook de details niet van. Maar dat is in ieder geval wel goed op te merken. Maar nu, dus als jij iets aanneemt en dat leidt tot een paradox, nou ja, dan weet je dus dat jouw aanname niet waar kan zijn. Ja? Want dat leidt tot een paradox. En nu zullen we zien dat de aanname dat er inderdaad zo'n Turing-machine bestaat die het Hodding-probleem oplost. Dat nemen we dus aan, dat er zo'n ding bestaat. En dan zullen we laten zien, op dezelfde manier als die paradox van Russell, dat leidt tot een inconsistentie, tot een paradox. Met andere woorden, zo'n Turing-machine kan dan niet bestaan. En die definitie van die Turing-machine, dus we nemen aan dat die Hodding, dat deze bestaat, hè, die Hodding-machine A, die werkt op een willekeurige Turing-machine en een willekeurige input. Dan gaan we heel gemeen doen. Nu introduceren we een nieuwe, van B voor Bad, Breaking Bad zou je kunnen zeggen. Prachtige Netflix-serie. Ken je die? Nee, ik kijk geen Netflix. Ah, geweldig. Ja. Maar goed, Breaking Bad, B is een Turing-machine. Die definiëren we als volgt. En dit is een hele simpele definitie. B neemt alleen een Turing-machine als input. Hè? En in zo'n Turing-machine moet je zien als gewoon een of andere string, gecodeerde string van tekens. Nou, wat doet die B met die T? Nou, die zegt van, nou, ik geef die T aan H.
als Turingmachine. Maar ik geef als invoer voor diezelfde Turingmachine die Turingmachine zelf. Ja, dat kan gewoon, hè? Want die T is een... Is een codering van een Turingmachine? Past op de tape? Ja. Dan kan je hem ook twee keer op de tape zetten. Dan kan je hem ook gewoon... dit is niks magisch of wat dan ook. Dit is gewoon een stuk Turingmachine. En dan nog een keer. De ene keer is het het programma en de andere keer is het invoer. En er is niks tegen om het haltingprobleem vervolgens te laten... vragen van, nou ja, termineer deze Turingmachine op die invoer. En die invoer dus, dat is zichzelf. Ja, ja dat komt in de praktijk ook wel eens voor. Hè. Er zijn programmeertalen waarin je als objecten, hè, als waarden in de programmeertaal zelf, kunt zien wat het programma zelf is. Ja. Hè, dus dat hebben bijvoorbeeld, dat heet reflectie in sommige programmeertalen, dat je de informatie uit het programma eruit kan halen. Ja, inderdaad. En dus het is, dat concept is heel erg gebruikelijk. Nee, dit is dat is een mooie toevoeging inderdaad, dat woord reflectie. Je hebt inderdaad verschillende programmeerconstructies die een zekere reflectie op de programmaconstructies zelf geven. Ja. Ik zat er nog iets anders over te denken, dat je er nog meer over kan zeggen. Nou ja, ik weet niet wat je wil zeggen, maar... Nou ja, wat ik wou zeggen is van, dat heb je bij de Turingmachine ook, heb je ook de universele Turingmachine. Mm-hmm, mm-hmm. En dat is een soort met interpreter. En dat is een universele Turingmachine, is een Turingmachine die andere Turingmachines uitvoert. Mm-hmm. Dus die werkt ook zodanig dat die werkt gewoon op een tape waar de uit te voeren Turingmachine zelf staat. Zoals hier. Ja. En die gaat dan gewoon stap voor stap, zoals een interpreter doet, de structuur van die Turingmachine bij langs en vervolgens die gecodeerde instructies uitvoeren op die invoer. En dat is gewoon de definitie van een interpreter. Bijvoorbeeld zoals in Python heb je ook een interpreter. Dat is een interpreted taal, in tegenstelling tot een gecompileerde taal. Dus hier zit niks magisch in. Ja. Dus dit kunnen we gewoon... Dus puur legitiem om die Turingmachine mee te geven en ook als invoer. Maar dan doen we iets heel gemeens, iets heel flauws zou je zeggen. Nou, als die H zegt dat T op zichzelf als invoer termineert. Oh ja, dus deze result staat voor de H is iets berekend, iets een 0 of een 1. Ja. H termineert altijd en de result is ofwel 0 ofwel 1, ja, wat hij teruggeeft. Ja. Ja. Ja, dus dat is een codering van, hè, want dit is niet strikt een Turingmachine, maar dit zou je heel eenvoudig, hè, want Turingmachines kennen geen sequentiële compositie enzovoort, maar dit is niet moeilijk om een willekeurige Turingmachine of deze Turingmachine H zo uit te breiden, hè, zodat de uitbreiding deze if-then-else codeert. Ja, ja, dus je kunt daar bijvoorbeeld nieuwe toestand aan toevoegen. Ja, ja. Precies. Ja. Als je, dan heb je een nieuwe instructie die kijkt naar de eindwaarde en dan, dan doet hij gewoon, dan doet hij het volgende. Als het resultaat 1 is, en dat stond dus voordat T termineert op zichzelf, dan gaat hij heel flauw en gemeen in een loop. Met andere woorden, hij termineert niet. En als het resultaat 0 is, dat wil zeggen dus dat T niet termineert op de invoer T, dan termineert hij gewoon. Ja. Ja, dat lijkt heel flauw, maar dat is eigenlijk hetzelfde principe als die kapper van Russell. Want kijk maar, als je nu afvraagt, he, want B is nou ook weer een Turingmachine. Dus nou kun je vragen van termineert B op zichzelf. He, je kunt nou de Turingmachine B hier zelf als invoer geven voor B. Dus wat gebeurt er dan? Nou, dan wordt H uitgevoerd op B met als B als invoer. Nou, dan zie je dus als B zou moeten termineren, dan moet dit
hele ding, hè, met T vervangen door B, dat moet termineren. Ja. Ja, maar dat termineert alleen als het resultaat van H op B en invoer B nul is. Maar dat stond nu jou net, hè, dat was de betekenis van A. Dit is alleen het geval als B niet termineert. Ja, daar hang je. Ja. Ja, want hier zien we dus duidelijk een contradictie. Hè? Ja, dit kan niet. Hè? De B kan niet termineren op B en tegelijkertijd niet termineren. Dat is de contradictie. P en niet P kan niet, is niet waar. Dus ja, en dit, we komen tot dit puur op basis van, de, hè, wat, hoe komt dat nou? Ja, door de aanname dat er zo'n Turing-machine bestaat die het Hunting-probleem voor ons oplost. Ja, dus dat misschien nog als opmerking, wat op de vorige slide stond, hè, de beschrijving van de beschrijving van deze Turing-machine, dit is slechts de specificatie. Ja, ervan, ja, dus, ja. En dan hebben we niet zo'n ding. En dan nu is de vraag, oké, dit is de specificatie, dat is het Hunting-probleem, ja. Maar bestaat er ook een Turing-machine die dat correct kan implementeren? Ja. Nee, die kan niet bestaan. Ja. Ja. Precies. Goed. Nou, dat heb ik al laten zien, wat gezegd over die Turing-machine, de universele Turing-machine. He, want je zou ook kunnen zeggen van, op je boerenklompen, als je vraagt, als we teruggaan naar het probleem, bestaat er een Turing-machine die dat checkt, of een gegeven Turing-machine determineert op zo'n gegeven invoer. Ik heb al genoemd die universele Turing-machine, die kun je maken. Je kunt dus een Turing-machine maken die andere Turing-machine uitvoert. Nou, dan kun je al voor een groot gedeelte dit probleem in ieder geval voor een gedeelte oplossen door gewoon voor die H de universele Turing-machine te nemen. Mm-hmm. Nou, dan is er de mogelijkheid dat die universele Turing-machine gaat dus deze T uitvoeren op de I. Nou, als die universele Turing-machine termineert, dan betekent dat dus dat T op I termineert. Nou ja, dan weet je dus dat die termineert. Ja. Alleen het probleem is, als die niet termineert, dat weet je niet. Hè? Want hoe lang moet je wachten? Als die termineert, we nemen aan dat er bijvoorbeeld in de Turing-machine een duidelijke state zit, waar die heen vliegt. Om aan te geven, ik ben klaar. Mm-hmm. Een eindtoestand. Een eindtoestand. Ja. Dus dat duidelijk gegeven is. Maar meestal kun je dat ook gewoon wel zien. Want je ziet, je kunt het ook gewoon definiëren als, nou ja, je hebt de huidige tape, je hebt de huidige cursor. En je zit in een bepaalde toestand van de Turing-machine. En je ziet dat die Turing-machine niks meer kan. Dat er geen transitie meer mogelijk is. Zo zou je het ook gewoon kunnen definiëren. Maar je zou het ook expliciet kunnen definiëren door een expliciete terminatietoestand. Maar ja, terminatie kun je zien, maar niet terminatie kun je niet zien. Ja, misschien hebben we een leuk voorbeeldje uit de praktijk. Laatst was er een treinstoring op een zondag. Ja. Toen stond ik op het perron. Ja. Maar ja, ik wist niet of die treinen er nou wel aankwamen of niet. Dus hoe lang ga je dan nog staan wachten? Ja, precies. Ja, als ze niet komen. Dat is wel een bekend probleem. Ja. Hoe lang blijf je wachten? Hoe lang blijf je wachten? Want je weet niet, ja, nou, misschien nog één stap en dan termineert die. Ja. Ja, misschien nog een stap, maar je kunt dat niet van tevoren zeggen hoe lang dat nog gaat duren. Ja. Dus dat is het, de notie van een universele Turing-machine. Dus daar kun je het Hunting-probleem alleen maar voor een gedeelte oplossen, maar niet helemaal. Andere belangrijke notie is dus dat van Turing compleet zijn van, is een typo, basic idea moet dat zijn. Turing compleetheid. De volledigheid bedoel je? Wat? Turing volledigheid. Ja, Turing volledigheid. Ja. Dat is een andere notie dan onze volledigheid van de programmeerlogica. Want Turing completeness, Turing volledigheid, heeft te maken met, kun je net zoveel berekenen als een Turing machine. Nou, het is bijvoorbeeld heel eenvoudig in te zien dat onze, zo simpel als het lijkt, onze programmeertaal, met alleen maar while statement en integers en booleans, die is Turing volledig. En dat kun je formeel laten zien
door Turing-machines te coderen in, een, in onze programmeertaal. Ja. Dan gaan we nou niet... Ja, deze opmerking heb ik al laten ze hebben we al besproken, hè, hoe we straks de precondities kunnen uitdrukken. Dat gaat ook door middel van een codering van de notie van een berekening. Even kijken. Wat ik nog hier aan toe wil voegen, interessant. Oké, onze taal. Ja, onze taal. Wat hebben we nou nog meer te borrelen? Ja. En dan borrelde er nog wat iets anders op. Oké. Want dat is wel interessant op onze. En we hadden het hiervoor ook al even over. Onze basisprogrammeertaal is Turing-compleet. Dat wil dus ook zeggen dat bijvoorbeeld het Holtring-probleem voor onze taal natuurlijk niet oplosbaar is. Want zou dat oplosbaar zijn, gegeven dat onze taal Turing-compleet is, hè, en door middel van zo'n codering van Turing-machines in onze programmeertaal, zouden we daarmee ook het Holtring-probleem voor Turing-machines kunnen oplossen. Ja. Dus dit is een voorbeeld van zo'n reductie, hè, wat je net noemde. Ja, dat is een veelgebruikte ding. En dat, nogmaals, daarom noemde ik ook het Holtring-probleem echt als het oerprobleem wat niet oplosbaar is. Maar je kunt dus heel eenvoudig inzien dat, hoe eenvoudig ons taaltje ook is, dat het Holtring-probleem ook voor ons taaltje niet beslisbaar is. Dus concreet betekent dat, heel concreet, als je een programma hebt en je hebt een gegeven invoerstate, dan is het niet beslisbaar of jouw gegeven programma voor die gegeven invoertoestand, hè, waar de variabelen bepaalde waarden hebben, of die je statement, je programma termineert of niet. Dat is niet beslisbaar. Nou, is wel interessant, want oké, goed, mooi, ja. Maar wat nu, waar ligt dat nou eigenlijk precies aan? Ligt dat aan de while statement of zo? Ja, natuurlijk. Hè? Want als we die while statement eruit gooien, dan is het heel eenvoudig in te zien dat je programma Holtring-probleem beslisbaar is. Wat elk programma termineert. Dus je voert het maar uit. Ja, je hoeft het niet eens uit te voeren, want je weet dat elke instructie wordt een keer uitgevoerd en uiteindelijk valt er niks meer te doen. Dus ja, als je niet wil redeneren, dan kun je gewoon iedere keer je programma gewoon inderdaad uitvoeren en dan zul je zien dat het termineert. Dus de while statement is inderdaad een dingetje, hè, wat aanleiding geeft tot Turing-volledigheid. Of in ieder geval dat het Holtring-probleem niet oplosbaar is. Maar er is ook een ander dingetje. We gooien die while statement er weer bij. Ja. Maar laten we eens kijken nou naar de onderliggende datastructuren. We hebben integers en booleans. Ja. Zou daar ook iets aan de hand zijn? Laten we zeggen van, die booleans, dat is niet zo belangrijk natuurlijk, want die kun je natuurlijk coderen met de integers. Ja, neem een 0 voor vals en 1 voor true. Ja, zoals dat al in de informatica gebruikelijk zijn te doen. Dus, maar stel voor nou dat je die integers eruit gooit. Dat je alleen maar boolean programma's hebt. Programma's die werken op boolean variabelen. Elke variabele is een boolean variabele, dus daar zit de waarde is alleen maar true of false. Ja. Is die taal, hè, dus wel weer met de while statement, dus wel met mogelijk oneindige berekeningen. Hè, want je kunt hele oneindige berekeningen blijven daar, hè, while true to skip. Precies. Ongeacht ongeacht welke variabelen, welke datatype, ja, welke onderliggende datastructuur. Ja. Dus de vraag is, kunnen we, hoe staat het met de beslisbaarheid van het Holtring-probleem voor deze taal? Nou, dat is even misschien een doordenkertje, maar gelukkig voor jullie hebben wij daar al over nagedacht. En niet alleen over nagedacht, maar zijn we daar al uitgekomen. Nou, als je het eenmaal weet, dan vergeet je het niet meer, dan is het heel eenvoudig. Maar het is wel een belangrijk argument, wat je ook kunt toepassen om bijvoorbeeld complexere
vragen wat betreft het holtingprobleem op te lossen. Mm-hmm. Nou, ten eerste stellen we vast dat voor de taal met while, maar alleen met boolean variabelen, is het holtingprobleem beslisbaar. Waarom? Niet omdat elk programma termineert. Want dat hebben we al gezien, while, true, do, skip termineert niet. Ja? We hebben gezien, als while eruit gooien, dan is het simpel. Dan kun je elk programma gewoon draaien, want dat is garant dat het termineert. Maar je hebt een sufcon natuurlijk als je elk programma gaat draaien. Ik bedoel, je hoeft maar even na te denken. Je weet dus gewoon dat het oplosbaar is, per definitie. Ja. Dus, maar, die vlieger gaat natuurlijk nou niet op als we die while statement hebben, maar anderzijds ons beperken tot boolean variabelen. Dus we moeten iets anders verzinnen. We staan wel oneindig berekeningen. Dus we kunnen het programma niet zomaar draaien. Ja. Hoe kunnen we dat aantonen? Nou, we stellen eerst vast, er zijn drie vaststellingen. De eerste basisvaststelling is, elk programma werkt alleen maar op een eindig aantal, vast eindig aantal variabelen. Ja. Maar dat is evident. Kijk naar de programmatekst. Ja. Er komen alleen maar een eindig aantal. De programmatekst zelf is eindig. Ja. En er komen dus ook een eindig aantal variabelen in voor. Ja, er zijn x, y en z bijvoorbeeld. Dus je hoeft alleen maar te kijken naar de waarden van x, y en z. En daar zijn, omdat de boolean variabelen zijn, als je maar x, y en z, dan heb je hoeveel mogelijkheden? Nou, 2 tot de macht 3. 2 maal 2 maal 2. 8 mogelijke verschillende toestanden. Dus het aantal toestanden dat je tijdens een berekening kan genereren, dat is eindig. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal, want een ander aspect van een berekening, dat heet in het algemeen de program counter. Hè? Waar ben je in je programma? Wat moet je nog uitvoeren? De configuratie bestaat altijd uit het geheugen, dat is in ons geval de toestand. Dat is in ons geval gewoon toekenning van boolean waarde aan de variabelen x, y en z. Dat zijn er maar 8 mogelijkheden. Maar anderzijds hebben we de program counter. En we starten met een gegeven statement. Nou, nu stellen we ook vast dat voor een gegeven statement er maar een eindig aantal statements zijn die je tijdens de executie van die statement kunt genereren. Ja, dus wat we daarmee zeggen is, als je kijkt naar het programma, heb je zogenaamde control points. Ja. He, dus dat zijn de plekken waar je de statements uitvoert. Precies. En er zijn maar een eindig aantal control points. Ja. Ja. En dat kun je bijvoorbeeld als je naar onze annotatie kijkt van een bijvoorbeeld geannoteerd programma. Daar een geannoteerd programma, wat deden we daar? Daar annoteerden we de verschillende control points. Ja. Maar er waren gewoon maar een eindig aantal. Ja. Ja. En dat zijn precies de control points. Dus gedurende de executie heb je maar een eindig aantal mogelijkheden waar je in je programma zit. Ja. Nou, een configuratie is dus niets anders als een product van enerzijds een eindig aantal mogelijkheden waar je in het programma zit en een eindig aantal mogelijkheden van toestanden. Dus dat is totaal aantal mogelijkheden is het product van die twee verzamelingen, van die twee mogelijkheden. Met andere woorden, als je een programma uitvoert, vroeg ofwel je termineert. Ja, nou dan zijn we klaar. Dan zijn we klaar, dan weet je, het termineert. Ja. Of hij blijft doorgaan, maar je hoeft niet verder te kijken dan een maximale aantal configuraties. Want ga je even boven, stel het aantal maximale configuraties is n, 10.000, dan hoef je maar de 10.001 stap nog te doen. En dan weet je, dan kan het niet anders, dat je al een vorige configuratie gezien moet hebben. Want er zijn er maar 10.000. Ja. Maar met andere woorden, maar dan heb je een loop gevonden. Ja? Want dan weet je, want ons programma is, onze meertaal is deterministisch. Dus die executie van die vorige configuratie naar die 10.001, ja, die hele executie, die kan ik natuurlijk ad infinitum blijven herhalen. Dus je hoeft nooit verder te kijken dan je neus lang is. En dat is in dit geval gewoon het aantal configuraties bestaande uit de program counter en de toestand. Ja. En die zijn eindig, dus daarmee is het beslisbaar. En dan dat nog concreter, dat algoritme werkt als volgt. We draaien het programma, termineert het. Termineerden wij ook. Ja, het termineert, klaar. Dat is het antwoord. Komen we een toestand voor de tweede keer tegen,
Dan stoppen we de executie van het programma. Ja. Dan termineren we ook en zeggen, dit termineert niet. Ja, precies. Want ja. Als we de toestand twee keer tegenkomen, ja. Dan kunnen we, omdat het deterministisch is, komen we die toestand oneindig vaak tegen. Ja, ja, dat is het algoritme. Je kijkt gewoon, ofwel termineert, ofwel je hebt de mogelijkheid, ofwel je komt een configuratie tegen die je al hebt gehad, en dan ben je ook klaar. Juist. En nu waarom dit werkt, is omdat er maar eindige hoeveelheid van die configuraties zijn, dus je hoeft maar eindig ver te zoeken, en dan heb je één van de twee antwoorden. Ja. Want je weet dat als hij niet termineert, dan geheid, zul je een herhaling vinden. Binnen die, inderdaad, de grootte van de ruimte. Ja. Dus zo werkt dat. Nou, nu hadden wij, en dat zit ik nog steeds eerder gezegd een beetje uit te vogelen, want het volgende blok gaan we een nieuw, een van de meest fundamentele higher order, nou niet higher order, maar high level programmeren. Hoe zeg je dat, high level? Hoe zeg je dat in Nederland? Nou ja, we gaan recursieve procedures behandelen. Ja. En dat is toch een belangrijke vorm van abstractie. Ja, precies. Een van de belangrijke abstractiemechanismen in hogere orde taal. Maar higher order niet in de zin van higher order met procedures als parameter. Maar in ieder geval high level wat betreft low level talen als assembly code enzovoort. He, waar je door, in assembly heb je doorgaans geen recursie, heb je alleen maar go-to's. En spring je naar locaties. Dus in het volgende blok gaan we recursie behandelen. Maar daar gaan we nou even op vooruit lopen voor wat betreft dit onderwerp, die Turing-volledigheid. En als we onze basistaal nu uitbreiden met recursie, gewoon uitbreiden. Nou, als we nog steeds integers en booleans hebben, dan zal natuurlijk het holding-probleem nog steeds onoplosbaar zijn. Want je voegt alleen maar wat toe. Dus je krijgt alleen maar meer complexiteit. Dus de taal blijft natuurlijk Turing-volledig. Maar wat nu als we in deze taal, uitgebreid met recursieve procedures, ons beperken tot alleen maar boolean variabelen, zoals we dat deden met het while-taaltje. Dus dan heb je wederom maar een eindig aantal toestanden. Hoe staat het dan? Hoe zit het dan met die Turing-volledigheid? Juist, juist. Nou, dat argument wat ik net gaf, waarschijnlijk, we zaten er een beetje over te brainstormen, ik heb wel ongeveer een idee hoe we eruit komen. We kunnen dat argument wat we noemden wel ongeveer uitbreiden, maar in eerste instantie gaat die vliegen niet op. Want eindig aantal toestanden, dat geldt, maar de program counter is in principe niet meer eindig, omdat je in wezen met de recursie heb je een stack. Als je bijvoorbeeld body replacement doet, dan zie je dat heel duidelijk. Ik heb een procedure P en dan heb ik, vaak roep ik een procedure aan in een sequentiële context. Nooit alleen P, ik heb altijd nog... Is de voor, wat, is de na. Ja, maar de voor heb ik al uitgevoerd. Mm-hmm. Dus nu kom ik tot de uitvoering van P, maar dan is er altijd nog wel weer wat ik verder moet uitvoeren. Ja, dat heet ook wel de continuatie. Hè? Dat heet de continuatie. Ik noem dat dan specifieker nog sequentiële continuatie. Maar dat is de continuatie. Wat je dan nog te doen hebt na die recursieve aanroep van een procedure P. Ja. Nou, maar als we nou kijken naar simpele recursieve procedures zonder parameters, dan is de executie simpel inlining of body replacement. Dan vervang je P, dat is de procedurenaam, die vervang je door de body. Wat je krijgt dan is een nieuwe statement die bestaat uit de body en de gegeven continuatie. Nou ja, en dat kan zich herhalen. Dus je ziet ook gewoon dat tijdens een executie de te executeren statement, dat kan groeien. Ja. En dat kan helemaal slinken. Ja. En dat kan groeien en slinken. Ja. En in de praktijk kan je dat zien als, oké, we hebben dus recursieve procedures. We houden bij waar we zijn in een call stack. Ja. En die call stack heeft geen a priori hoogte. Nee. Bijvoorbeeld in de praktijk heb je stack overflow. Maar in ons taaltje niet. Die stack kan dus willekeurig hoog en laag worden. En daarmee hebben we dus niet meer wat we in het vorige argument hadden, maar eindig aantal toestanden. En eindig aantal programmaconteksten.
Dat wordt nu, omdat die callstack niet gebonden is, kan die callstack mogelijk kan oneindig groeien. Ja. Dus niet evident waarom het dan niet Turing complete is. Nee. Dus hoe zou je dan, dus dat is een interessante vraag nou. Een hele elementaire vraag eigenlijk. Van hoe zou je nou kunnen bewijzen? Want het is volgens ons, en je kunt het uit andere resultaten wel afleiden, moet het beslisbaar zijn. Maar ja, hoe toon je dat precies aan? Ja. We hebben wel een vermoeden, maar we gooien het in de groep. Dus mocht je uitgedaagd zijn om dit varkentje te wassen, dan horen we graag. Nou, het is misschien een leuk onderwerp voor een bachelorscriptie. Ja, als een student daarin geïnteresseerd is, dat, ook dat. Dat kan. We gaan nog even door. Ik ga nog even de relatie laten zien tussen de relatieve volledigheid en het Holting probleem. Dat hadden we beloofd. Hè? Dat we laten zien hoe bepaalde logische concepten, meta-eigenschappen van programmalogica's gaan wat de relatie is met de notie van pure eigenschappen van programma's, van berekenbaarheid. Dus dit is correctheid van programma's en dit is wat programma's kunnen berekenen. Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld het volgende eenvoudig inzien, dat een statement, bijvoorbeeld in onze taal, altijd termineert. Ja, dat geldt dan en slechts dan deze totale correctheidsspecificatie waar is. Ja. Dat is per definitie zo. Nou, zouden we een sound en volledig bewijssysteem hebben voor totale correctheid? En dat hebben we voor ons bewijssysteem. Relatief. Ja, relatief. Dat is wel even een dingetje zometeen. Maar als we dus een sound en relatief volledigheid bewijssysteem hebben, dan betekent dit, dan en slechts dan, dat er ook een afleiding bestaat. Ja, nu moet je echt oppassen, want inderdaad moet je realiseren dat hier wel staat impliciet relatieve volledigheid. Want anders zou je kunnen zeggen van, ja oké, maar dan kan ik dus terminatie beslissen. Want ik ga gewoon kijken, hè, om te beslissen of S termineert voor willekeurige input, hoef ik alleen maar dit te bewijzen. Ja. En dat geldt dan en slechts dan, dus ik ga een bewijs zoeken. Ja, en dan ofwel vind je dat bewijs. En dan ben je klaar, dan termineert de S. Of je vindt het bewijs niet. Ja. En je weet dat het bewijs ook niet kan bestaan. Nou, dan weet je dat S niet termineert. Ja, maar daar zit dus al een addertje onder gas. Hè? Want je, kijk, hoe weten we dat er geen bewijs bestaat? Ja. Ja. Maar sowieso al is het nog problematischer. Want hoe ga je op zoek precies naar een bewijs? Nou, dat kan ik me wel voorstellen hoe je op zoek gaat naar een bewijs. Want de bewijsregels in het bewijssysteem kun je systematisch in de boomstructuur opzetten. Ja. En zo kan je alle mogelijke bewijzen enumereren, hè? Die kan je opsommen. En dan, als iets bewijsbaar is, dan moet die ook ergens in die opsomming voorkomen. Wat je dan kan doen is, je kunt een algoritme maken, dat somt al die bewijzen op. En zodra je op een gegeven moment een bewijs tegenkomt met deze conclusie, dan ben je klaar. Het is bewijsbaar. Ja, nou, maar we kunnen wat jij nou net zegt inderdaad, bedenken we nou nog veel specifieker zeggen, dat hebben we eigenlijk al behandeld. Namelijk, maar dat hebben we voor partiële correctheid, maar dit zouden we ook kunnen laten zien voor totale correctheid. Moeten we die notie van zwakste preconditie wel aanpassen? Gaan we daar verder even niet op in, maar die notie van zwakste preconditie, die kun je ook aanpassen voor totale correctheid. Dus dan wil dat zeggen, deze zwakste preconditie zegt dan niet alleen dat elke terminerende berekening van S resulteert in een eindtoestand waarin Q geldt, maar tevens dat S moet termineren. Ja. Dit zijn alle toestanden waarin S moet termineren en tevens moet termineren in een eindtoestand waarin Q. Dat is een aanpassing. En vervolgens kun je laten zien dat deze correctheidsformule afleidbaar is in totale correctheid. Ja. Op
niet helemaal dezelfde manier, want je moet natuurlijk nou een terminatiebewijs toevoegen. Hoe dat precies gaat, dat gaan we nou niet laten zien, maar dat kan. Nou ja, dan hoeven we om te kijken of een totale correctheidsspecificatie afleidbaar is. Bijvoorbeeld die true as true. Ja, zouden we gewoon deze totale correctheidsformule kunnen afleiden. Gewoon volgens dat kanonieke bewijs. Dus maar één bewijs. En dan hoeven we alleen maar te laten zien of true dit impliceert. Met andere woorden, of dit, deze zwakste preconditie, of dat een ware formule is. Ja, ja. Of die satisfiable is. Of die satisfiable. Hey, satisfiability van een formule. Maar daar komen we dus op uit dat om te laten zien of er een bewijs bestaat, zoals dat, moeten we uiteindelijk kunnen bepalen of een formule, rekenkundige formule, waar is of niet. Ja. En moeten we dat kunnen beslissen. Maar dat kan niet, want dat is een ander onbeslisbaar probleem. Dat volgt uit het onbeslisbaar zijn van het Hulting-probleem van Turing-machines. We kunnen namelijk niet beslissen of een willekeurige rekenkundige bewering, assertie, waar is of niet. Mm-hmm. Dat gaat wederom weer via codering. Dat hebben we al in het vorige slide gesuggereerd. Je kunt namelijk via een codering van Turing-machines kun je in de rekenkunde, ja, in onze taal van de rekenkunde, kun je een assertie maken. Hier is een assertie P met twee parameters, N en M, waarbij N een code is van de Turing-machine en M codeert de input. En deze rekenkundige bewering, en dat is dus puur een rekenkundige bewering, ja, die werkt op getallen. Maar die rekenkundige bewering die weet van hoe dat getal een Turing-machine codeert. He, die heeft, dat zit ingebakken in die formule wat een codering is. He, bijvoorbeeld schuif 1 op is instructie, ken ik een getal 10 toe of zoiets, weet ik veel wat. Dat is helemaal geparametriseerd met die coderingsfunctie. Maar gegeven zo'n codering is het niet moeilijk, maar het is monnikenwerk om te laten zien dat er dan in de rekenkunde een assertie bestaat met deze twee parameters en dat die waar is dan en slechts dan en een Turing-machine codeert die termineert op deze input M. Ja, en dus hebben we dus, hè, ook wederom is dit een voorbeeld van een reductie, hè? Dus we hadden net al een voorbeeld van reductie, nu wederom weer een voorbeeld van reductie. Nu laat je zien dus dat de rekenkunde zelf op zich al onbeslisbaar is, omdat je in de rekenkunde zelf het Hulting-probleem van de Turing-machine kan coderen. Dus zou de rekenkunde beslisbaar zijn, dan zou ook de Turing, dan zou ook het Hulting-probleem voor de Turing-machines beslisbaar zijn. Ja. Ja. Dus zo zie je hoe dat allemaal in elkaar grijpt, die notie van terminatie en het Hulting-probleem en berekenbaarheid en volledigheid. Nou, dit gaan we dan even tot afsluiting nog even snel doorheen, want wij... Ja, dit hebben we net eigenlijk ook al besproken met de booleans, hè? Ja. Maar dit is dan weer net ietsjes gegeneraliseerd van wat we net zeiden over, je hebt programma's, dus ons simpele wildtaaltje, en de variabelen kunnen alleen maar booleans zijn. Hier doen we het over ietsjes... Iets algemener streven. Ja, precies. En nu, wat ik nu doe in de twee volgende slides... Tot slot is iets laten zien, een beetje niet geen technische details, maar waar dat resultaat van Edmund Clark over die fundamentele onvolledigheid van higher order programmeert, waar dat nou op gebaseerd is, hoe die daartoe gekomen is. Nou, een basisobservatie is dat als je eindige domeinen neemt, hè, zoals bijvoorbeeld bij de booleans, dat de eerste orde logica, alle ware assertie's over eindige domeinen, dat is beslisbaar. Ja.
Je kunt gewoon eenvoudig checken, gewoon soms op brute force, of dat, je kunt het ook slimmer doen met wat heet semantische tableaus of wat dan ook. Maar dit is niet moeilijk in te zien dat het redeneren over eindige domeinen, dat beslisbaar is. Ja, wat de onbeslisbaarheid van de eerste orde logica met oneindige domeinen is, omdat je ook bij die kwantoren voor alle of er bestaat, ja, dan moet je dus over oneindig veel waarden heen gaan kijken voordat je weet of je iets hebt gevonden wat waar is. Inderdaad. En hier hebben we er maar een eindig aantal, dus daar zit al een terminatie en een simpel zoeken gewoon. Als ik wil checken of een voor alle bewering waar is, ja, dan ga ik gewoon maar alle elementen uit mijn domein bij langs om te checken of die formule daarvoor waar is. En het zijn er eindig, dus dat determineert. Ja. Dus wat is nou het gevolg van deze fundamentele basis, elementaire observatie is, moet ik even kijken. Ja, dus dat je, als je dus een relatief volledig bewijssysteem hebt voor programma's die over eindige domeinen werken. Hè, ik heb dus een programmeertaal dat werkt over eindige domeinen. En ik heb daarvoor een relatief bewijssysteem. Relatief volledig. Dan impliceert dat de beslisbaarheid van het Holding-probleem. Want dat hebben we hier al gezegd, van we weten S termineert dan en slechts dan deze correctheidsformule afleidbaar is. Ja? Dat hebben we al geconcludeerd. Maar we hebben gezien dat het zoeken, het vinden van een bewijs, hangt uiteindelijk af van de beslisbaarheid van een assertie hier. Want we hadden dat met die zwakste preconditie vertaald naar de terminatie. Hoef je maar één bewijs te genereren en hoef je alleen maar te checken of die zwakste preconditie van deze statement S, aangepast met terminatie, of die waar is of niet. Ja. Nou ja, als dat beslisbaar is, dan is het dus direct kunnen we concluderen dat onze statement dan termineert. Dat het haltingprobleem beslisbaar is. Dus dat is de consequentie van als ik een programmeertaal heb dat alleen maar werkt op een eindig domein en ik weet dat het bewijssysteem relatief volledig is, dan is het haltingprobleem beslisbaar. Maar even een vraagje, Frank. Maar mag ik nou even dit aanraken? Ja, oké, is goed. Kom een vraag straks. Ja. Dus wat die Clark nou heeft laten zien, dat het Holding-probleem voor die higher order programmeertaal, met procedures als parameters, heeft laten zien dat die programmeertaal een Q-automata kan simuleren. En een Q-automata is weer equivalent met een Turing-machine. En daarmee heeft hij laten zien dat voor die higher order programmeertaal het Holding-probleem onbeslisbaar is. Nou ja, dat betekent dus, omdat je het werkt op een eindig domein, dat er geen relatief volledig bewijssysteem bestaat. Dus op die manier is de contrapositie van deze implicatie, heeft hij laten zien dat er voor deze taal geen relatief volledig bewijssysteem bestaat. Want dat relatieve, dat zegt hij niet meer zoveel. Hè? Omdat je met een eindige domein zit, heb je dus eigenlijk geen orakel. Ja, nee, dat was de vraag die ik wilde stellen inderdaad. Want als je dus beslisbaar hebt van je onderliggende datastructuur, dan is dat orakel dat beslisbaar, dat algoritme. Dat die formules kan controleren of ze waar zijn. Speelt nog wel dan de expressiviteit een rol. Ja, van de weakest precondition. Ja, dat is niet evident. Want dat zal misschien in veel gevallen niet eens zo zijn. Maar je weet gewoon dat er sowieso geen volledig bewijssysteem bestaat die alle ware dingen kan afleiden. Want daarmee zou je dus het Holding-probleem oplossen. Ja. En dat kan voor die higher order taal niet. Ja. Nou, even snel. We zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. Dit is misschien een beetje een rollercoaster over al die definities. Maar
even de relatie tussen Gödel's incompleteness theorem en de halting probleem. Ja, dat is ook weer zo, niet zo moeilijk in te zien, dat zou je een volledig bewijssysteem hebben voor de rekenkunde, ja, dan heb je in principe een beslissingsprocedure voor de waarheid van rekenkundige beweringen. Want je weet gewoon, een bewering is waar of niet waar. En als die volledig is, dat wil zeggen, volledig wil zeggen, hij kan P bewijzen of hij kan bewijzen dat P niet P het geval is. Dus dan ga je maar gelijktijdig op zoek naar een bewijs voor P of niet P. En aangezien die volledig is, zal je een bewijs vinden van ofwel P of niet P. Dus weet je of P of niet P waar is. Dus en aangezien dit niet bestaat. Ja, aangezien dus je al eenvoudig hebt laten kunnen zien van dat de rekenkunde niet beslisbaar is, omdat het te reduceren is tot het Holting-probleem, ja, weten we ook direct dat er geen volledig bewijssysteem bestaat voor de rekenkunde. En dit is ook de reden waarom we dat orakel nodig hebben. Hè? Ja. Want als er wel een volledig bewijssysteem bestond voor de rekenkunde, ja, dan hadden we dat kunnen gebruiken in plaats van ons orakel. Ja. In het bewijssysteem voor het programma. Maar dit is dus een heel direct, ook weer een reductie. Hè? Dus hiermee hebben we laten zien dat dus het volledigheidsstelling van Gödel ook direct volgt uit het Holting-probleem. Maar Gödel heeft dat ook zelf nog weer op een andere manier bewezen. Nog een paar andere observaties. Relatie tussen relatieve volledigheid en Turing-compleetheid. We hebben al laten zien dat onze basistaal Turing-volledig is. Ja. Dat is ook wel even een brein kraken. Maar onze basistaal kan daarmee dus onze hogere programmeertaal ook simuleren. Want onze hogere programmeertaal is ook Turing-compleet. Ja. Volledig. Het idee dus hier is, je neemt een programma in de hogere orde programmeertaal, je codeert hem als Turingmachine, en ja, omdat de basisprogrammeertaal Turing compleet is, kan je hem daar weer in simuleren. Ja. Ja. En dit hebben we ook net besproken, met dat platslaan van de hogere orde. Ja, maar wat je dus nu krijgt, is wel, dat lijkt een beetje een contradictie, je kunt natuurlijk wel die vertaling gebruiken om om correctheid van higher order programma's te bewijzen. Clark zegt, er bestaat geen volledigheid, geen volledig bewijssysteem voor higher order. Nou, ik zeg van, ja, wel, ik vertaal die higher order via Turing-machines in onze basisprogrammeertaal. Mm-hmm. En dan ga ik daar dan de correctheid van die vertaling bewijzen. Ja. Dus, maar dan heb je wel een relatief volledig bewijssysteem. Dat precies. Maar ja, die kon niet bestaan. Dus dat. Even in de war. Ja, nou ja, dat is ook wel de bedoeling. Oh. Dat je even in de war raakt. Het stinkt hier naar een contradictie. Ja. Maar. Dat is de vraag. Is dit nou een contradictie? Ja, ik heb een idee. Misschien die vertaling, hè? Als ik een correctheidsbewering heb over mijn hogere orde programma, valt die correctheidsbewering zelf ook wel te vertalen? Nou, als onder die vertaling ook dingen niet meer kan uitdrukken, die ik hier wel kan uitdrukken in mijn specificaties, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat daar iets verloren gaat. Dus dat die onvolledigheid dan zit in een specificatie die je hier wel kunt uitdrukken, maar die onder die vertaling daarvan die eigenschap niet meer behouden blijft. Nou, nee, dat is niet. Nee, het is wel het idee dat als je hier een correctheidsbewering doet over een higher order programmeer, of een higher order programma, ja, dat we dat vertalen in een specificatie, een correctheidsspecificatie in onze basisprogramma. Ja, en dat is één op één. Dus die specificaties op dit niveau corresponderen, ja, met de specificatie onder dat vertaalde programma op het basisniveau. Ja. Oké, okay, dat is dat. Oké. Okay.
Ja, dan vind ik het erg... interessante vraag. heb jij een antwoord hierop? Ja, het is geen tegenspraak. Maar waarom precies weer? Dan moet ik inderdaad ook even op mijn achterhoofd krabben. Het zit hem natuurlijk in het feit dat je slaat die higher order plat, wat we al noemden, door die indirectie. En in wezen codeer je de programmastructuur in de toestand. Mm-hmm. Want hier, op dit niveau, heb je alleen booleans. Mm-hmm. Op dit niveau heb je integers. Ja. En die relatieve volledigheidsresultaat is wel gebaseerd op berekeningen over eindig domein. En gaat ervan uit dat je in je bewijssysteem ook alleen maar ook beweringen doet over dat gegeven eindige domein. Ja. En niet stiekem... Dat doen wij dus nu. Ja, stiekem hebben we dat orakel weer, stiekem hebben we dus weer die hele rekenkundige waarheden. Ja, ja. En waar we al die coderingen in kunnen doen. Dus dat idee van een relatief volledigheid is wel dat je assertietaal, want dat was ook het hele idee, dat je assertietaal is op zich beslisbaar. En daarom, omdat die higher order programmeertaal of eindige domein niet... wel Turing compleet is, het Hilbert-probleem is dus onbeslisbaar, weten we dus dat er geen relatieve volledigheid is. Maar daar is wel impliciet natuurlijk de aanname dat je ook alleen maar praat in dat bewijssysteem over dat eindige domein. Kijk, en als we nou naar die vertaling gaan, ja dan praten we dus niet meer over, we praten dus niet meer in die vertaling over booleans in de pre- en postconditie. Van die higher order. Maar we praten over. De vertaalde in die integers. Hè, dus de specificaties hier spreken alleen over booleans. Ja. Maar de specificaties onder die vertaling kunnen ook over integers spreken. Ja. Dus daarom is het geen contradictie, omdat je in Clark's resultaat, nogmaals, zeg je: er bestaat geen volledig bewijssysteem voor zo'n taal met een eindig domein, waarbij je dan ook alleen maar praat natuurlijk over het eindig domein. Maar dat maakt dit resultaat niet minder krachtig, want ja, wel mooi, maar dit is natuurlijk alleen, dit gaat nooit werken in de praktijk. Correctheidsbewijzen voor praktische programma's zijn in het algemeen al behoorlijk complex. Nou, laat staan als je dan ook nog modulo een of andere vertaling moet gaan werken. Stel je voor dat je onze wildtaal zou gaan vertalen. Stel je voor dat je bijvoorbeeld de correctheid van onze wildprogramma's. Je moet eigenlijk niks hebben van die hoge programmeertaal. Je bent echt zo'n hardwarefiguur. En voor jou is het enige wat bestaat, wat je concreet kunt zien, is de executie van een assembleertaal. En uiteindelijk wordt de uitvoering van de hoogorde wordt allemaal gecompileerd. Dus waarom zou je überhaupt geïnteresseerd zijn in de correctheid van zo'n hoge programmeertaal? En sterker nog, er zijn ook takken van sporten binnen programmacorrectie die zich focussen op het correct bewijzen van bytecode. Correctheidsbewijzen op het niveau van bytecode. Ja. Dus je kunt ook zeggen, die hele higher order, die zelfs op een wild programmeertaal, ik ga daar geen afzonderlijk bewijssysteem van maken. Ik codeer dat gewoon allemaal in de assembly taal. Zo'n vertaling. Via zo'n vertaling. En ik ga het in termen van die assembly taal instructies doen. Nou, mijn zegen heb je. Daar wordt het er echt niet eenvoudiger van. Want dan wordt het alleen nog maar veel moeilijker en onbeheersbaarder
om een bewijs überhaupt te genereren. En dat is hetzelfde argument hier. Ja, dit gaat in de praktijk nooit werken om die complexiteit van die in feite van die stekstructuur die je dan helemaal plat slaat. Eigenlijk in een grote while statement waarbij je de stack codeert, bijvoorbeeld in een array of als een rijtje van getallen. Dat gaat dan gewoon niet werken. Maar het is in principe wel mogelijk. Dus in de praktijk is het. Ja, nou ja, in principe kun je alles plat slaan. Ja. Het ei van Columbus, pam. Ja. In principe kun je alles plat slaan. Dus alle higher order. He, dat klinkt allemaal altijd natuurlijk al heel fancy en zo, maar uiteindelijk kun je dat wel plat slaan. Ja. Maar de vraag is, wat win je daarmee? Het idee is dat het op een hoog niveau de mogelijkheid geeft om complexe dingen uit te programmeren die je op lage, als je dat in die vertaling zou moeten doen, gewoon niet van elkaar krijgt. Tenminste, het is in principe wel mogelijk, maar praktisch. Is wat je hier in één zin kan uitdrukken, kost het misschien, om dat dan op een heel erg laag niveau uit te drukken, heel veel moeite om dat allemaal uit te programmeren. Ja. Je zou het al voor de grap kunnen zien, dat hangt natuurlijk ook van je gevoel voor humor af, maar we gaan zo meteen in het volgende blok, de volgende keer, die recursieve programma's behandelen. En een vraag zou zijn, codeer een recursief programma in een bouwprogramma. Ja. Dus gegeven een recursief programma heeft een bepaald input-output gedrag, geef nu een while-programma met exact hetzelfde input-output gedrag. En nou, dat zou ik ook kunnen zeggen, van dan introduceren we recursieve programma's en zeggen van oké, we hebben al een bewijssysteem van while-programma's, hier heb je de vertaling, klaar. Ja, en dan sluit plat. Ja, en dan sluit plat en dan ga je er maar redeneren over while-programma. Ja. Dus dat. Maar dan zul je zien, je kan het wel, en het principe van de codering zelf is niet moeilijk, maar het resultaat is een onmogelijk ding. En dat wordt er echt niet makkelijker om te redeneren over de vertaalde programma. Dus het heeft echt zin om, als we zo'n recursieve programma's te introduceren, om een bewijssysteem te introduceren die in staat zet om direct in termen van die programmaconstructies te redeneren. Ja, op hetzelfde abstractieniveau eigenlijk waarin de programmeertaal programma uitdrukt. Ja, it's all about abstractieniveau. Je introduceert een hoger abstractieniveau om het programmeren makkelijker te maken. Ja, dan ga je niet vervolgens om erover te redeneren weer plat slaan naar iets complexers. Dat is natuurlijk de paard achter de wagen spannen. Oké. Dit was wat ons betreft de borrelpraat sessie. Ja. De volgende keer is de volgende keer. Dan gaan we verder met recursie. Nou.